gaan vandaag Zeeuwse bolen maken. En als je naar benieuwd bent, kijk dan vooral verder. Dit heb je allemaal nodig. Als eerst voor het deeg. 500 gram bloem. 15 gram suiker. Een half ei. 10 gram zout. En een zakje gist. Of 50 gram verse gist. Dan 215 milliliter water. 50 milliliter melk. En 25 gram boter. Dan voor de suiker op de bolus gebruik je 250 gram bastardsuiker. Donkerbruine bastardsuiker. En nog 4 eetlepels kaneelpoeder. Maar ik gebruik iets minder, want niet iedereen houdt van zoveel kaneel, zeg maar. De bloem heb ik als eerste erin gedaan. En nu ga ik de rest toevoegen. Als je het in een normale kom doet, dan zou ik als eerste bloem erin doen. Dan een kuiltje maken en daar alle ingrediënten in doen. Behalve de gist, die doe je dan een beetje aan de zijkant. En de zout, die mogen niet bij elkaar. Want zo werkt de gist, zeg maar, niet. Oké. Nu ga ik het toch heel snel mixen straks. Want ik heb zo'n keukenmachine, dus dan geeft het niet. Maar dus met een normale kom moet het zo. Oké. Zo. Aan de andere kant erbij. En dan ga ik dit mixen. Dan voeg ik als laatste nog de boter toe. En dat doen we dan nog even goed mengen. En dan is het deeg, als het goed is, al klaar. Kleine bolletjes maken. En ik weet dat dit deeg heel erg plakt. Dus als je, zeg maar, nog bloem hebt, dan kan je dat ook aan je handen doen. En dan bolletjes maken. Ik ga het nu zo proberen. Misschien dat ik straks nog bloem nodig heb, maar dat zie ik dan wel. Kijk, het is echt... Ja, het gaat niet heel erg plakken of zo, maar... Ja... Ik weet niet hoe ik het noemen. Zeg maar, aan het deeg plakt het wel heel erg. Kijk, ik moet echt hard trekken. Nu ga ik verder met de suiker die erop moet. Dan voegen we nog wat kaneel toe. Ja, het ligt er gewoon aan hoeveel je lekker vindt. Zeg maar 4 eetlepels. Dan hou je wel echt heel veel van kaneel. Dan proef je dat ook echt terug. Maar ik gebruik wel iets minder. Ik doe ongeveer 1 à 2. Dit vind ik wel voldoende. Dan ga je dit mengsel ga je dan mengen. Oké, dan is het tijd voor echt het allerleukste. Je pakt een bolletje. Die rol je nog een beetje. Dan ga je die in een sliert. Ga je die proberen te maken. Het kan soms wat lastig zijn, maar je kan ook gewoon trekken zoals je ziet. En dan heb je ook al heel wat. Nou, dan leg je die er zo in.
En dan zorgen ze dat alle kanten zijn bedekt met suiker. En het mag echt vrij veel zijn, dus ga maar gewoon los. Ik wil dat jullie het een beetje kunnen zien. Kijk, het is al helemaal bedekt. Je kan er ook nog voor kiezen als je deeg al droog is om er water op te doen en dan hierin te doen. Maar mijn deeg stond nog best wel plakkerig omdat ik eigenlijk niet meer bloemen heb gebruikt. Dus ja, de suiker blijft er wel gewoon op zitten. Nou, dan heb je die sliert. En die leg je verder met de volgende. En dat doen we dus precies hetzelfde. Dan draai je het gewoon er zo omheen. En het laatste puntje, dat doe je dan vanaf onder zo. Ja, het hoeft niet allemaal heel netjes. Zo ziet het er al prima uit. Nu laat ik de bolletjes nog 5 minuten rijzen. En daarna gaan ze in de oven op 225 graden voor 7 minuten. Ik heb de bolletjes eruit gehaald. En dan heb ik ze met een spatel andersom gelegd op een andere plaat met bakpapier. Dus zeg maar wat hier van onder zit. En daarna heb ik nog bakpapier overheen gedaan. Zodat zeg maar het overtollige, ja hoe noem je dat? Ja, het vet wat overblijft. Dat dan hier aan zit en dat het niet te vet wordt, zeg maar.